Die heeft die kat gepakt en die heeft hem geslacht. Tommy. Net als een konijn. Ik film het wel, pak jij het maar. Hoppatee. Wat gaat er van kopen? Denk dat ik niet meer durf. Hey iedereen, welkom bij deze samen met Bobby en Bobo en ik gaan lekker samen de hort op. Ik zat met mijn oma te bellen, een beetje gewoon te kletsen aan de telefoon. En toen zei ze van, joh, kan je even Bobo langsbrengen? Dus dat ga ik even gezellig doen. Ik denk dat mijn opa en oma die hond ook gewoon missen. Ga eens kijken, ga eens kijken. Goeiedag. Kijk uit hoor, ze is helemaal wild. Ja, even zo, was geht ab, liebe Leute? Alles goed? Ook die hond stoot het water om. Oh, wat lomp ook weer. Weet je wat ik de laatste tijd nou heel veel hoor? Of wat ik lees in de comments onder mijn vlogs? Ja. Dat ze denken dat jij buurman en buurman hebt ingesproken. Ja, nou. Daar laat ik mijn gebied over uit. Hey opa, ik heb echt een hele mooie vraag voor jou. Dat is. Je hebt net al ingesteld. Ja. Ik heb nog. Ik heb gehoord van een bepaald verhaal. Ja. Met jouw vader en een kat in de hongerswinter. Ja. Oh. Ja. En ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Ken je dat verhaal niet? Nee. Oh. Maar ik heb er alleen een vleugje van gevangen van mijn vader. Oh. Maar ik ben benieuwd wat er is gebeurd met jouw vader in de hongerswinter. Ja, met die kat en op werk of zoiets. Ging je tegen jou vertellen dan? Nou, mijn pa zei, als je dat verhaal wil horen, moet je het even aan opa vragen. Ja, nou ja, kijk, de hongerwinter, dat was natuurlijk iets verschrikkelijks. Want ik kan me dat nog goed herinneren, want toen was ik ook 7. En er ligt mij nog heel veel van bij natuurlijk. Want, maar goed, mijn vader die werkte bij de stedelijke gas- en lichtfabrieken. En die moest ook 's nachts vaak werken. En ja, ze hadden daar helemaal geen gebrek aan kolen en dat soort dingen. En die waren heel schaars. Dus mijn vader die kon daar vrijelijk over beschikken, natuurlijk. Maar iedereen die barstte van de honger natuurlijk in de hongerwinter. Ik heb zelf bloembollen gegeten en weet ik het allemaal niet, want ja, we hadden allemaal honger. Dus iedereen die probeerde eigenlijk toch te overleven. Maar mijn vader die kwam toen met een verhaal thuis. Dat hij had lekker gegeten 's nachts. Hij was in de nachtdienst met nog een stuk of 3-4 collega's. Want ze moesten daar de boel toch een beetje draaiende houden natuurlijk. Het ergste van de zaak is, of het ergste van de zaak, mijn vader was nogal iemand die moest iedereen maar ook in het leven zien te houden natuurlijk in die oorlog. Wij waren met z'n 6, met z'n 65 thuis. En allemaal jong, dus we lusten wel wat natuurlijk. Maar dat gold ook voor oudere mensen. Maar mijn vader was op een gegeven moment in de nachtdienst. En er liep daar een kat. Al heel lang, echt met de stiekem van de zwerfkatten overal natuurlijk in de stad. En mijn vader denkt, nou, die heeft die kat gepakt en die heeft hem geslacht. Net als een konijn, weet je wel. Ja. Het was in die oorlogstijd heel gewoon dat er een kat gegeten werd. En ook in het ergste geval een hond. Maar mijn vader die had die kat geslacht. En hij had die kat netjes zo geveild en mooi verdeeld zo. En die had hem in een pannetje gedaan zo en hij was gaan braden. Dus al die mensen, die collega's van hem. Allemaal. Zo, dat ruik je niet verkeerd, Jacques. Ja, hij zei mijn vader, joh, hij zei, kan nog een knijntje thuis. Hij zei, ik denk, weet je wat, laat ik jullie eens verrassen. Dus vandaar dat ik heb een knijntje in de pan zetten. Nou, dus als jullie mee willen eten straks, dan ken dat. Dat was om 2:00 in de nacht. Nou, dat was wat. En dat rook natuurlijk verschrikkelijk lekker, zeker in die tijd. Mijn vader had allemaal mooie servetjes gemaakt aan de tafel. Met zijn vorkjes neergelegd. En mijn vader zegt, en die bleef maar praten. Die gaat, wanneer is het klaar? Wanneer kunnen we beginnen? Maar even wachten, zegt hij. Ik waarschuw jullie wel. Nou, op een gegeven moment, ja, hij zei, jongens, het eten is klaar. Nou, allemaal had hij dat zo verdeeld op de bord. Ja. En hun gaan eten natuurlijk. Zo, jongens, wat kun jij lekker braden? Het is fantastisch, weet je wel. Ja. En toen was het op. Nou, hoe was het? Ja, geweldig. Heerlijk gesmaakt. Mijn vader zei, kennen jullie nog die zwarte kat die hier altijd zo rondloopt? Hé? Ja. Nou, die hebben jullie met z'n allen lekker op zitten eten, weet je wel. Nou ja, het werd even stil natuurlijk.
Maar uiteindelijk werd er toch gezegd, nou zou ik even het best. We hebben lekker gegeten. Wat een collega-streek. Maar ja, als het hongerswinter is. Ja, maar denk, nou ja, dat kan je je nou niet indenken. Hè? Nee, nu zijn katten huisdieren, maar toen zwierven ze door de stad. Nee, maar dat kan je nou niet indenken. Die kat was ook zelf broodmager natuurlijk, want die had ook geen eten. Nee. Haalde jouw vader nog meer kattenkwaad uit vroeger? Kattenkwaad? Nou, wij was wel... geen kattenkwaad, maar hij deed alles wat God geboden had. Hoor. Oh, ik zit lekker hier zo bij mijn opa en oma in de achtertuin te chillen met Bobo. Wie komt mij en Bobo halen? Mijn moeder. Ja, waarom? En niet voor niks, hè. Kom ik thuis, heb je weer die hele pot vol zitten bouten. En je hebt niet doorgetrokken. Nou, je mag het zelf oplossen. Kom, Bobo. Maar zit hij ook verstopt dan? Ga het maar lekker zelf aanschouwen. Oké. Okay. Nou, eens even kijken hoe groot de schade is. Volgens mij had ik gewoon doorgetrokken, hoor. Maar ik weet niet zeker. Wat de hel? Mijn opa, die weet heel veel van de oorlog. Hij heeft zelf nog heel veel verhalen en heel veel herinneringen van de oorlog. En ik vind dat super interessant. Mochten jullie dat nou ook interessant vinden, laat het even hier beneden weten. En dan kan ik aan mijn opa vragen of hij misschien vaker verhalen wil vertellen. Kijk, zie je daar. Kijk. Petje af. Hey! Ben er weer, hoor. Ziet toch uit, deze? Wie gaat? Ja. Zo, jij komt even lekker springen? Ja. Dan val ik je even lekker jump op de traanpo. Hey! Dondejong.nl. Hoppatee. Voordat we gaan springen, gaan we eerst even naar de pinautomaat. Wacht, ik ga voorop zitten. Want mijn neefje, die is niet kaal gegaan voor niks laatst. Die moet nog €75 krijgen. Wow, dat klinkt heel lekker. Ah, dat zit aan mijn kont. Wacht. Dat wiel zit in mijn kont te boren, joh. Oh, kijk, dit rek gaat naar beneden. Dat wiel mijn reet te boren, joh. Mijn neefje die moet dus nog €75 krijgen. En dat gaan we nu even pinnen. Ik had hem al twee keer gehad van, joh, kom het nou halen. Dan gaan we samen naar het pinautomaat. Of kom naar mij thuis, dan gaan we het samen pinnen. Maar hij kwam maar niet. Maar, nou... Hij kwam maar niet. Ja, nou, die band komt wel in mijn hol. Eerste keer dat je anaal genomen wordt, of niet? Ja, ik zeg niks. Ja, hou lekker je mondje dicht. Ja, mijn kont ook. Maar ik hoop dat het duidelijk is. Ik heb mijn neefje twee keer gehad. Hij kwam niet het geld halen, dus nu gaan we het even halen. Hop, althans, bij mijn thuis. Ik weet niet wat ik allemaal lul. We gaan het geld pinnen, hij moet het geld nog krijgen. Ja, ik kom niet aan mijn woorden, ik weet niet wat ik allemaal lul. Zo, kijk eens even. Je krijgt je geld, maat. Dankjewel, maat. Heb jij er eigenlijk over nagedacht, hè? Ik heb natuurlijk die maat van mij meest gemillimeterd. Ja. Maar die kreeg al iets meer. Ja, maar dat is het dus. Don geeft me altijd gratis Mac. Altijd als ik ergens ben, geef me geld. En ik vind dit gewoon genoeg. Oké. Ik heb wel alsnog een beetje een schuldgevoel, ook al vind je het goed, dus we maken er 100 van. Zeker? Ja, je helpt me ook af en toe met vlogs en zo, dus maak er gewoon 100 van. Thanks, man. Zo, dan moet je even mijn pincode filmen. Ja? Dan moet je even filmen en dan... Nee. Kleppie. Waar is het geld? Daar is het geld. Hé, nou neef. Ik film het wel, pak jij het maar. Hoppatee. Kijk eens even. Wat ga je ervan kopen? Ik denk dat ik ga sparen, man, want ik zou wel een boot willen. Oh, leuk. Gewoon een bootje met 7 pk erachter? Ja, gewoon een rubberbootje. Ja, we hebben al een motortje geregeld. Hoeveel pk? Ja, dat is maar 4, maar ja. Ja, dat is toch lachen, joh. Lekker vissen uit de boot of lekker varen met je maten. Prima. Heb je geen vaarbewijs voor nodig, toch? Nee. Ik heb er geen verstand van boten. Maar ja, Matthijs is ook oud genoeg, hè. Dus ja, dat is je beste mattie, Matthijs. Ja. Willen jullie samen een bootje kopen? Ja, met een ander meisje. Oké. Okay. Met z'n drietjes. En als die mensen mee willen, of ik en Matthijs willen een keer samen varen, dan ken dat gewoon. Dan delen jullie die boot. Leuk, man. Nou, dan kan je dit zeker gebruiken. Ja. Zo, en dan nu is het tijd om lekker te gaan springen. Hoppa. Oké, let's go, Hok. Mijn neefje gaat heel hoog springen. En dan gaat hij echt een ziek hoge backflip doen. Oké, komt-ie. Jezus, hoe kom je zo hoog, joh? Ja, echt, weet niet, man. Gewoon veel oefenen. Ik kon het zelf ook nooit. Goed je benen afzetten, gewoon goed door je knieën gaan, gewoon heel hoog afzetten. Ja, je kwam echt heel hoog. Ja, bijna boven het net uit, man. Dus kijk hoe ik een frontflip kan. Oh, oh. Zo, Jezus Christus. Je schrok, hè? Jezus. Backflip, brani, frontflip. Oh, wat is dat, joh? Zo, mag ik dit proberen? Ja, probeer jij dat eens. Backflip, Barani, frontflip. Jij doet hem dan ook wel weer heel clean, hoor. En dan nu, backfront.
denk niet eens dat ik het durf. Tuurlijk wel, ja. Doe het wel, ja. Kwestie van doen. Kijk eens even. Oh nee. Recht voor mijn neus. Tiet het gewoon even, joh. Denk dat ik het niet meer durf, zegt hij. Hoeveel zit je, joh? Ja, nu wil ik het ook proberen. Hop. Ja. Die was wel laag, dat wouden we net proberen. Oh. Ik werd heel erg heet. Warani backflip. Warani backflip. Collega, hè? Ja. Die heb ik ooit gehad, mooi, hè? Ja, hij is wel mooi, oprecht. Mijn merch en zo's merch. Oké, komt ie. Oh, Warani. Ja, je weet niet zelf wat je wou doen. Ja. Wow, beetje schuin, maar lekker. Ja, wel. Op zich was het wel clean. Mijn neefje die gaat een record proberen te halen. 20 backflips achter elkaar. Ja. Oké, okay, let's go. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh mijn god. Oh. Zo, wow. Zo, dat is echt onmogelijk, denk ik. 13, ouwe. Ja, man. Ik ga het één kans geven, ja, om te kijken hoeveel ik kan halen. Eén kans. Ik tel wel. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oh! 8 keer. 8. Ja, 8, best wel prima, toch? Oh, ja. Ik had niet eens verwacht dat ik 3 zou halen, joh. We proberen dus Bobo een nieuw trucje aan te leren. Kom eens, Bo. Kom eens hier. Ga zitten. Kijk, ze krijgt het al een beetje onder de knie. Maar voor de helft eigenlijk. Want ze snapt het nog niet helemaal. We hebben hier mooie snoepjes. En dan pak ik er een en dan zeg ik zit. Liggen. Rollen. Hier. Kijk, eigenlijk moet ik haar nu niet belonen, want ze moet rollen. Maar wat we ook doen, ze gaat gewoon op haar zij liggen. Ze gaat niet rollen. Houden we er vast en we draaien erom, dat lukt niet eens. Ze spartelt dan gewoon. Als we een snoepje hebben en we proberen er op de rug zo mee te draaien, dat doet ze ook niet, weet je wel. Als je snapt wat ik bedoel. Het lukt niet. Heeft iemand tips? Laat het alsjeblieft hier beneden weten, want het lukt gewoon niet. Op een YouTube tutorial deden mensen het zo, Bobo. Liggen. Rollen. Ga rollen. Rollen. Kijk, met moeite. Ja, je weet het. Nee, je wil het niet, hè? Eigenwijs dat je bent. Ze is zo dominant als de pest. Bobo, ik wil dat je gaat rollen. Ja, kom maar rollen. Kijk, zie je? Ze is zo overprikkeld gewoon altijd. Oké, dames en heren, dat is de vlog. Blijft raar die outro. Maar wel leuk. Ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben van deze vlog. Mocht dat zo zijn, vergeet zeker niet te abonneren. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Joejoe! Hij moest het zelf bewaken, maar hij stond nog harder als de dieven zelf. Maar dat moest gewoon. Ja. Weet je wel.